Beste inwoners van de gemeente Den Helder, op 4 maart 2021 trad ik aan als uw burgemeester. Deze film laat mijn eerste 100 dagen zien. Daarin heb ik u ontmoet, tijdens bezoeken, mooie gesprekken, aangename wandelingen en door vaak de fiets te pakken en onderweg van alles en iedereen tegen te komen. Ik heb een goede indruk gekregen van uw en nu ook mijn stad. Een stad waarvan de lange relatie met de Koninklijke Marine verankerd is in ons DNA. Net als hoe Den Helder zich al sinds de Tweede Wereldoorlog, die veel verwoestingen aanbracht, nog steeds aan het vernieuwen is. Prachtig! En ik heb een beeld gekregen van hoe de bevolking is samengesteld. Voor een veerkrachtige stad hoop ik dat wij de komende jaren, vooral de 20ers tot 40ers, nog meer kunnen binden aan ons mooie Den Helder. Ik nam een kijkje in het dorpshuis Huis Duinen, waar gestemd werd voor de Tweede Kamerverkiezingen. En herdacht met u onze geschiedenis en de gevallenen. Daarvoor legde ik op verschillende plekken bloemen tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Ik hoop van harte dat we vooral de verhalen die achter het herdenken zitten kunnen doorgeven aan onze jonge inwoners, via social media bijvoorbeeld. Herdenkingsthema's mogen van mij het hele jaar door aandacht krijgen, zeker in een stad met het DNA van Den Helder. Met veel plezier blik ik ook terug aan het uitreiken van maar liefst 12 koninklijke onderscheidingen aan betrokken inwoners. Ik heb gezien hoe allerlei vormen van zorg worden verleend, met veel kennis en toewijding. Goede en vooral de juiste zorg op de juiste plaats, mentaal en fysiek, maakt een samenleving sterker. Daar moeten we in blijven investeren en ons afvragen of we het juiste doen. Vooral voor de generatie van morgen. Zorgen dat die sterk en veerkrachtig is. Tijdens mijn bezoeken aan het onderwijs zag ik dat basisscholen hard werken om meer leerlingen aan te trekken en hoe ze hen klaarstomen voor de toekomst. Een mooi voorbeeld is de Jack P. Thijssen School, die tijdens de Europese Maritieme Dagen het certificaat voor de eerste Blue School van Nederland kreeg. Leerlingen leren daar over het belang van het water, waar we zo mee verbonden zijn. Hoe mooi is dat? Zo sluit onderwijs al in een vroeg stadium aan bij de kansen die onze stad biedt. Samen met kinderburgemeester Lotte Mollema heb ik de nieuwe naam onthuld van de Torbekkenschool. Nu IKC Haven 48. U ziet dat dit nog niet zo gemakkelijk is. Lintjes knippen is voor mij veel gemakkelijker. Als voorbeeld van hoe we ons goed kunnen voorbereiden op uitdagingen als klimaatverandering, hielp ik om het schoolplein van de Tuindorpsschool te vergroenen. U ziet me hier even op de schop leunen. Ik kan u vertellen dat ik ook als burgemeester af en toe zo'n rustmomentje nodig heb. Het viel me op wat een enorme variëteit er in onze stad is om te sporten. Van voetbal en boksen tot natuurlijk watersporten, waarvoor ik als beschermheer het seizoen mag openen. Opvallend mooi vind ik het hoe de artistieke nalatenschap De Nolle van kunstenaar Rudy van der Wind terugkomt in Nieuw Den Helder, zoals de brug en de lantaarnpalen. Wat een rijkdom! En dan een karakteristiek oud gebouw als school 7, dat een herbestemming heeft gekregen met zijn prachtige bibliotheek. In 2018 zelfs de mooiste van de wereld. Zo ook theater De Campagne op Willemsoord, gehuisvest in de voormalige ketelmakerij die er nog uit 1920 stamt. Dit zijn Helderse parels die Den Helder landelijk op de kaart zetten en waar we trots op mogen zijn. Bij de brandweerkazerne zag en hoorde ik hoe goed die georganiseerd is. Maar veiligheid gaat over meer, zoals zorgen dat hulp voor kwetsbare personen daar terechtkomt waar het nodig is. En dat we fraudeurs en oplichters in dat gebied tijdig de pas afsnijden. Ik maak me daarom hard voor om zorg en veiligheid dichter bij elkaar te brengen. Onder de indruk ben ik van de rol en het belang van Den Helder op maritiem gebied, dat ver voorbij onze stadsgrenzen gaat en dat we een offshore luchthaven hebben. Plus, we zijn de thuishaven van de NH90 helikopters van Defensie. Door die bijzondere maritieme en offshore band en onze strategische ligging aan de Waddenzee werken we aan belangrijke vraagstukken van morgen, variërend van windenergie tot waterstof. Tijdens mijn bezoeken heb ik kennis mogen maken met de verschillende kanten van echt Helders ondernemerschap. De haven, techniek, offshore, horeca, maar ook de bloembollenteelt. We zijn een ondernemende stad met creativiteit en innovatie. Mijn eerste 100 dagen
mocht ik afsluiten met het uitreiken van checks voor de Aandacht voor Elkaar actie op het inwonersplatform ingesprek.denhelder.nl. De oudere tour, de meiden van de basketbalvereniging Den Helder en Futushare kregen elk €1250. Dit omdat zij onze inwoners door de coronaperiode met hun initiatieven hebben gesleept. Beste inwoners van Den Helder, ik heb genoten van deze eerste 100 dagen. U ontving mij open, direct en gastvrij. Ik ben geboren en getogen in Noord-Holland. Daarom voelt Den Helder voor mij echt als thuiskomen. Het is vertrouwd. Toch sta ik nog maar aan het begin van een boeiende reis door Den Helder als uw burgemeester. Daarom nodig ik u van harte uit om in contact met mij te blijven en altijd de verbinding op te zoeken. En mocht u mij willen onthalen met gebak, wat veelvuldig gebeurt als ik ergens op bezoek ga, weet dan dat ik weer een extra rondje moet lopen of fietsen. Aan de andere kant liever een gebakje dan een bos wortels.